Nou, ik heb ook even lekker vandaag lekker gewoon een uitje te slapen. Nou, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat. Ik ben net wakker. Ik ga nu even lekker naar beneden. Even lekker even een ontbijtje maken. Voor de rest zie ik wel. Ik heb best wel honger. En dan ga ik gewoon even lekker relaxen. Gewoon even rustig een dagje houden. Dus voor de rest zie ik wel. Dus ja. Dan ga ik maar even lekker eten maken. En voor de rest zie ik wel. Goedemorgen. Ja. Dus. Maar ik ga even eten maken. Wat hebben we allemaal? Hè? Voor wat? Oh. Hè? En? Gelukt. Strijkijzer. Na de reclame vanzelfsprekende reacties op deze 1000 meter van Kjeld Nuis. Ja. Dus imponeert vandaag dit weekend. Nou, dat is wel toch. Na de winst op de 1500 meter. Nu ook de sterkste. Maar hoe kan het dan? Dat de kaars werd helemaal jong inging. Nee? Raar. Nou, ik heb ook even lekker vandaag lekker gewoon een uitje te slapen. En dat is heel bizar. Maar ik kan het nu niet laten zien. Maar de Eredivisie Fox Sport doet het nu bij mij. Waarom? Kijk maar. Vanavond om 3:00 voor 7:00. Kijk maar, Fox Sport doet het gewoon, mensen. Hij doet het eindelijk. Ik vind het echt bizar. Maar ik mag ook gewoon een keer lekker uitje slapen. Net even lekker een bord spaghetti op. En deze kat zit lekker ook relaxed op de bank. Boef. En mijn vader is even weg, die is bijvoorbeeld boodschapjes aan het doen. Dat ook gebeuren natuurlijk. Nou, dan gaat Kanja zomaar van me weg. Kanja! Laat hij me gewoon in de steek. Kanja! Hier, kijk, Feyenoord met 4-0 gewonnen. Kijk, Tony Villena, Tony Villena, Maar dadelijk Ajax tegen Twente. Gaat Ajax gelijk komen met punten met Feyenoord? We gaan het zien. We gaan het zien. Maar ja. Ik zeg gewoon eerlijk, ik hoop het niet, want ik hoop dat Feyenoord gewoon punten omhoog gaan. En dat Ajax gelijk speelt of zo, maar dat Twente wint, zeg ik gewoon eerlijk. Twente gaat sowieso niet van Ajax winnen, want daar is Ajax te sterk voor, vind ik. Denk ik. Maar je weet het nooit, het kan, zou kunnen dat het gaat gebeuren, het zou ook niet kunnen. Het zou kunnen dat zo'n Ajax met 5-0 wint. Ik weet niet, je weet het nooit. Dus ik ga sowieso door die wedstrijd kijken. En dan gaan we dadelijk even. Ja, nou goed, dat is goed. Ik ben net even een beetje editor. Ik loop een beetje met editor een beetje achter. Maar ja, mag dat. Dus dan ga ik even lekker relaxen. Nou, ik zit nu op samenvatting te kijken van de Eredivisie. En ik heb een vlekje net bord even warm eten gemaakt. Mijn vader het al gegeten. Hé, pap? Maar ik had toen nog niet honger, dus ik dacht ik laat het gaan later eten. Dus doe ik dat even. En dus ga ik dan maar lekker eten. Ik heb zoveel berichten. Niet normaal. Hier kan wel van wachten, kan ik je vertellen. Nou, we hebben dit met elkaar besproken, betraind. We hebben tot in detail hierover gesproken. Maar dan ga ik nou even lekker eten. En een beetje mijn telefoon en een beetje YouTube kijken. En nog één keer editen, want ik heb al net geëdit. Maar het was van 2 dagen terug. Voor jullie nog 3 of 4 dagen terug. Dus, nee. Ja, nou ik zeg het goed. 4 dagen of 5 dagen terug zelfs. Dus. Toen moet ik dat even doen. En zoals jullie weten heb ik eigenlijk punten laten liggen. En best zonde. Ja, het is toch zo? Het is toch zonde? We gaan verder met Sparta. Eigenlijk punten heb laten liggen.
Vliegen de goals je onder de oren of tegen Sparta? Nee, oké, okay, jij niet, nee. Maar dan ga ik nog even verder kijken in de nieuwste voetbalwedstrijd. Sparta, Vitesse. Ik weet al wat er allemaal is geworden. Maar soms vind ik het leuk om terug te kijken wat is, hoe ze gespeeld hebben, want dat heb ik nog niet gekeken. Dus ga ik dat even doen. En dan ga ik even lekker relaxen. Nou, de relax is niet echt, maar... Nou, mijn vader is al een tijdje naar boven gegaan en ik ben net een paar minuten geleden even lekker in bad geweest. En even lekker heerlijk geschoren. Ach, ik kon het wel beter laten zien. Jullie horen op tv waarschijnlijk, maar... Maar, wacht, ik kan wel ergens anders laten zien. Ja, lekker vers geschoren. Meestal heb ik hier lukt het meestal niet. Aan de zijkant, dat is echt irritant. Zo moeilijk om te scheren hier zo. Dan krijg je denk ik, voor mensen die... nog niet scheren, die hebben merkt dat het nog wel... Ik zie dat mijn vader vast waren. Vaatwasser aan heb gezet, ik ga lekker een glasje melk pakken en lekker YouTube zitten kijken. YouTube kijken. Dus, ik ben alleen mijn glas kwijt. Oh, dat is ik eruit. Dus dan ga ik even een glas melk pakken en dan ga ik lekker YouTube kijken. Het is nu ook half 12, als het goed is. Dus, maar. Ga ik gewoon lekker melk pakken. En dan ga ik lekker YouTube kijken. Dus. Want ik heb niet zoveel gedaan. Ik heb wel eigenlijk mijn hals gegaan, zoals jullie weten. Maar ik was echt. Dacht, ik ga gewoon lekker een relaxed dagje houden. En voor de rest zie ik wel. En ik ga denk wat anders op de tv aanzetten. Here, Merry Christmas. Ga ik aanzetten. Dus ga ik het even doen. En dan kan ik het voor de rest zie ik nogal. Neem je favoriete muziekkanalen overal met je mee. Nee, even zacht. Ik wil ook even rustig YouTube kunnen kijken. Oh, deze ken ik. Deze komt bekend. Ik heb trouwens twee video's al gelijk geëdit. Want ik liep eigenlijk een beetje achter met editen. Ik doe altijd één per dag. Maar nu heb ik vandaag twee gedaan. Wacht, ik wil even weten welke het is. Deze komt bekend. Dan ga ik even lekker YouTube kijken. Nou, ik ben echt kapot nu. Ik ga daar even lekker voor gaan sluiten. Even alles uitzetten. Moet allemaal gebeuren. En ja, zoals jullie weten is het een beetje een relaxed dagje voor me. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. En dan morgen... Eigenlijk als jullie nu al gekeken hebben... Heb ik Vitesse Yoda Boys gekeken. En ik denk dat ik wel helemaal fantastische wedstrijd van of ze door zijn of niet. Dat weet ik eigenlijk nu niet. Maar dat zien jullie binnenkort wel. Nu als jullie kijken heb ik de vlog al gemaakt. Van Vitesse Yoda Boys. Tenminste ben ik eigenlijk aan het maken. En heb ik een kaartje weggebracht naar mijn kijker. Van Go Ahead Yoda Boys. Toen Vitesse Yoda Boys won. Maar dan ga ik nu even vlog afsluiten. Morgen lekker werken. Nou, lekker werken. Dat is de ergste wat ik heb gehad. Met hoesten. En net heb ik al een drankje genomen. Mij helpt niet echt. Maar dan ga ik nu de vlog afsluiten. Ik wil jullie even normaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet hier beneden te abonneren. En zeg ik alvast veel kijkplezier naar een nieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik later.